Het is 22 november 1935. We verlieten de match met de stand 10,5-8,5 in het voordeel van Aljechin. Deze week, die nu achter ons ligt, zijn er maar twee partijen gespeeld. Maar de impact daarvan, en vooral ook de turbulentie die ze hebben losgemaakt, is enorm. In feite is dit een keerpunt in de match. Niet in het minst, omdat Euwe beide partijen gewonnen heeft. De 20e partij wordt weer gespeeld in Amsterdam in de Militiezaal. Een plaats waar uiteindelijk de meeste partijen gespeeld zullen worden. Ironisch is dat het dezelfde opening is als in de allereerste partij van de twee kampen, waarin Aljechin zo indrukwekkend vanuit de opening Euwe overspeeld heeft. Nu is het omgekeerd het geval, want in die opening, het Slavisch, neemt Euwe duidelijk het initiatief. Aljechin moet zich verdedigen, kiest ervoor om een pion te offeren om in een eindspel terecht te komen waarin hij ervan uitgaat dat hij met zijn actieve stukken nog hele goede remisekansen heeft. Maar in deze stelling maakt hij een fout. Als hij hier een zet doet als toren D2, toren A6... dan houdt hij zijn stelling zoals die is. Actieve stukken, niet makkelijk te winnen voor wit. Maar hij is hier iets te gretig. Of misschien vertrouwt hij iets te veel op zijn briljante rekenkunst. Hij slaat hier meteen. Daar is natuurlijk op zich niks mis mee. Wit geeft een schaakje. Alleen, na toer A1 moet je, om niet meteen weer die pion terug te verliezen, moet je dit doen. Daar zit echter een hele briljante pointe aan. Op de volgende zet wil zwart dit spelen. Je kan hem niet slaan omdat de toren hangt en als de torens worden geruild, is er op slag helemaal niets meer aan de hand. Gelijk materiaal, gelijke stelling. Maar hier is Euwen te slim af. Hij speelde een prachtige, stille zet, een muisstille zet. Het eerste gezicht helemaal nergens op slaat. Toren A2. Maar de pointe wordt onmiddellijk duidelijk als je ziet, als je weet dat zwart dit wilde spelen. Want dat kan nu niet meer. Nu sla je namelijk en dan staat die toren plotseling gedekt. Door die loper, die zojuist nog aan de overkant van de oceaan stond. En nu zit zwart plotseling in zijn eigen net gevangen. Want als hij zich hier niet kan bevrijden, dan komt dit nooit meer los. Aljechin staat op slag verloren, hoewel het materieel gelijk is. Euwe ging heel op zijn gemak met pionnen naar voren en schoof Aljechin gewoon van het bord. Prachtige partij. Zelfs Aljechin was ervan onder de indruk. Ik denk dat hij hem heel graag zelf met wit gespeeld zou hebben. Belangrijk aspect van deze partij is nog dat het Euwe's zesde winstpartij is. De regels van de match waren zo dat er 30 partijen zouden worden gespeeld. Wie het eerst 15 of 15,5 punten had, zou de winnaar zijn. Mits die 6 partijen gewonnen had, dus 6 winstpartijen. Als dat bij de 30e partij nog niet het geval was, dan zouden ze gewoon hebben doorgespeeld tot iemand 6 winstpartijen had. Na deze partij hebben beide spelers minimaal 6 partijen gewonnen. Dus vanaf dit moment is het zeker dat de match niet langer dan 30 partijen kan duren. De 21e partij wordt gespeeld in Ermelo, in het gebouw van het Christelijk Volksbelang. Deze partij is een keerpunt in de match geweest. Niet alleen omdat Euwe de stand gelijk trok, maar vooral ook door wat er allemaal gebeurde. Je kan er op verschillende manieren naar kijken. Als je er cijferschaaktechnisch naar kijkt, dan is het eigenlijk gewoon weer een hele goede partij van Euwe. Waarin die vrij snel met zwart het initiatief overneemt. Aljechin is dan of te onvoorzichtig, of te optimistisch, of nog iets anders waar we het zo dadelijk over zullen hebben. Hij komt in het nadeel en Euwe laat niet meer los. Hij is in deze fase van de wedstrijd echt
de genadeloze afmaker geworden, die hij in het begin niet zozeer was en die al Jechin van nature was. Maar je kan er ook heel anders naar kijken. De publiciteit rond de match escaleert en loopt zelfs volledig uit de hand. Wat gebeurt er? Eigenlijk is deze partij de geboorte van wat ik altijd noem het onzinverhaal dat Eube de match alleen maar gewonnen zou hebben omdat Aljechin voortdurend dronken achter het bord zat. Dat Aljechin als het ware zo ver onder zijn normale niveau speelde dat het geen prestatie was om van hem te winnen. Onzin. Maar wat gebeurde er nou in deze partij? Je moet beseffen, Aljechin is geboren in het tsaristische Rusland, gevlucht in de burgeroorlog naar Parijs, heeft een rugzak aan waarschijnlijk traumatische ervaringen. Bovendien is hij van nature waarschijnlijk heel nerveus, grillig, soms onredelijk. Dat heeft in het laatste gedeelte van deze tweekamp af en toe tot een behoorlijke explosie geleid. Dit was de eerste en de grootste. Wat gebeurde er precies? Aljechin logeerde tijdens de hele match in het Carlton Hotel in Amsterdam. Hij werd dan met auto's opgehaald en naar de speelzaal gebracht van die dag. Deze dag zou de partij om 6 uur beginnen in Ermelo. Aljechin zou om 2 uur, geloof ik, zoiets worden opgehaald met de auto. En vervolgens gebeurden allerlei ongelukkige dingen achter elkaar. Een soort wet van Murphy. Het begon ermee, de auto was 3 kwartier te laat. Op zich heeft die auto enorm veel marge, want er was dus 4 uur tijd om naar Ermelo te komen. Maar iemand die gespannen naar zijn partij toeleeft, dat vindt niemand leuk. Maar wat er daarna gebeurde, is echt Aljechin. In de auto stak 2 keer een kat, er stak 2 keer een kat voor de auto langs de weg over. De meeste mensen zouden gedacht hebben van nou fijn dat die kat het overleefd heeft, maar Aljechin zat heel anders in elkaar. Die betrok het meteen op zichzelf en zei, oh, slecht voorteken, onheil, deze rit kan niet meer goed aflopen. Hij eiste dat de chauffeur hem onmiddellijk naar het dichtstbijzijnde station bracht. Gebeurde. Weer vertraging. Had natuurlijk net tijd nodig om met de trein in Ermelo te komen. Kwam te laat. Toen hij daar om 6:30 arriveerde, had hij duidelijk gedronken. Maar wat er vooral gebeurde, was dat hij meteen stampij begon te maken. Hij eiste dat de partij de volgende dag gespeeld zou worden. Dus dat deze dag verder gecanceld zou zijn. En misschien eiste hij nog wel veel meer, maar in ieder geval, het was een scène die hij maakte. Eube was woedend. Niet zozeer over dat er een ongelukje gebeurd was natuurlijk met die reis, maar over de manier waarop Aljechin zich gedroeg. Hij kon ook heel agressief naar mensen zijn, zeker naar Eube. En over het idee dat die hele partij ten gevolge van zo'n onnozel incidentje naar de volgende dag zou moeten worden verschoven. Uiteindelijk werd er gespeeld om 7:00. Ik denk dat Eube hier uit zijn woede juist een enorme kracht heeft weten te putten. Want hij speelde deze partij echt heel goed. Ook deze partij is door sommige mensen de beste van het tweekamp genoemd. Aljechin maakte eigenlijk geen hele grote fouten. Later is wel de zet die hier deed F4 veroordeeld. Maar dat is toch een beetje wijsheid achteraf. Want het is helemaal niet zo gek om met die nog niet gerokeerde koning te proberen om die F-lijn te openen. Eube reageerde gewoon ontzettend to the point. Ik ga dat verder niet enorm analyseren. Maar hij nam vanuit deze stelling nam hij het initiatief over en Aljechin werd weggespeeld. Is aan de zetten van deze partij te zien dat Aljechin onder zijn niveau speelde, of zelfs dat hij straalbezopen was? Ik zie het er niet aan. Misschien die zet F4, maar die wil ik toch verontschuldigen. Die vind ik
zelf binnen het kader van de redelijkheid vallen. Wat we vooral zien is hoe goed Euwe inmiddels een olifantenhuid ontwikkeld heeft om onder deze omstandigheden toch zijn hoogste niveau te halen. Sterker nog, om zelfs zichzelf te overtreffen, want dat is wat hij hier doet. Hoe dan ook, de stand is gelijk. 10,5, 10,5. Na deze partij krijgt Aljechin op doktersadvies 2 dagen vrij. De pers stort zich op het schandaal. Er wordt overdreven, er wordt gefantaseerd. En iedereen is tegelijkertijd wit-heet woedend en vindt het geweldig. Organisatiecomité ziet zich gedwongen om allerlei officiële verklaringen uit te geven om de gemoederen een beetje te bedaren en vooral te benadrukken dat het allemaal heus niet zo gek was wat er gebeurd is. Euwe zei 40 jaar later in een interview nog dat het verhaal dat Aljechin in deze partij stomdronken zou zijn geweest totale onzin was. Maar het verhaal is hem wel al die tijd blijven aankleven. Ook nu nog, als je googelt over deze match, dan komen de sites waarop gezegd wordt, geclaimd wordt, dat Aljechin de match verloren heeft omdat hij veel te veel dronk, vlieg je om de oren. Ik denk wat het werkelijk laat zien, is dat hoe moeilijk het voor Euwe was om zich staande te houden in zo'n heksenketel en vooral ook tegenover een man die zo voortdurend de zaken op zijn kop zette en hem onder druk zette.